dag dit soort geluiden. Kan je ook nog wat zeggen? En nou, goed zo. Leuk zo. Hoi allemaal, welkom weer bij een nieuwe video van mij. Mijn naam is Nathalie voor de mensen die me nog niet kennen. Ben je hier nieuw op mijn kanaal? Vergeet dan vooral niet om een duimpje omhoog te doen, te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En vergeet de notificatiebel niet voor het geval ik weer een nieuwe video heb geüpload. Ik praat een beetje snel, ben een beetje gehaast. Ik was vergeten om eerder de vlog te openen. Ik sta nu bij een parkeerplaats en ik sta op het punt om wat schoenen op te halen bij de schoenmaker. Ik had in het verleden, voor de coronacrisis, schoenen gekocht, maar die waren iets te hoog. Dus dan haalde hij er iets centimeters vanaf. Voor mijn dochter ook wat eraf gehaald. En een andere hak nog. Een tas van mijn moeder die ik moet ophalen. Dus het is vandaag zaterdag 9 juli. En ja, het was vanochtend een beetje lastig wakker worden, want ik wilde vroeg op pad gaan om de dingen te doen die ik moet doen. Want wat er vandaag op de planning staat is, nou ja, ik moet heel even naar de Amsterdamse Poort. Ik ga even wat rotti halen. Ik ga de schoenen ophalen bij de schoenmaker. Daarna ga ik terug. Daarna ga ik even bij mijn moeder de rotti gelijk brengen. Want dan kan ze het gelijk in de koelkast zetten. En dan ga ik naar Amstelveen om even bij de Sarah wat kleding voor mijn dochter te ruilen. En dan gaan we ook naar de Hema. En dan wilde ik even snel een makkelijke recept met jullie delen. Wat ik ontzettend lekker vind. En mijn dochter ook. En ja, ik denk het is gewoon voor de mensen die van makkelijke en snelle en overheerlijke maaltijd houden. Wilde ik het even met jullie delen. En oh ja, wat ik ook nog moet doen is content opnemen. Ik denk dat ik dat aan het eind van de dag doe. Meestal in de avond. Zodat ik zondag de hele tijd de tijd heb om aan de huishoudelijke dingen tijd te besteden, zoals bijvoorbeeld kleren wassen, koken, et cetera, et cetera. En daar heb ik in ieder geval een beetje de tijd om te gaan editen. Maar goed, ik stik hier in de auto, het is heel erg warm. En ik ga dus nu de poort in om de spulletjes te halen en dan zien jullie mij later weer. Mensen, deze schoenen maken is helemaal het einde. Ik kom helemaal vanuit mijn woonplaats, helemaal naar de Amsterdamse Poort. Om speciaal mijn schoenen door hem te laten maken. Hij is gewoon de plug. Hier moet je gewoon je schoenen. Hoe heet deze? Deze schoenenmaker heet Hakkebar. Dus wil je ook nog wat zeggen? En nou, goed zo. Leuk zo. Dus dan weten jullie in het Amsterdamse Poort, in het Shopverhaal, bij de Hakkebar, echt een top schoenenmaker. She wanna know me, I stay low key, I'll cast no breaks, baby, let them hoes sleep. Body on tip, make your girl up deep. We lopen nu heel even Amstelveen in en we gaan nu richting de Sara, Bijenkorf, Hema en Kruidvat. Mensen, we zijn alweer klaar in de, tenminste in Amstelveen. En ik ben nu eventjes wespermoppen aan het eten. En dat zijn van die, ja, van die lekkere koekjes met spijs. Die je bij de Bijenkorf kan kopen. Echt, ze zijn super lekker. En die kost iets van 2,65 of zoiets per ons. Maar ik denk van ja, even mezelf verwennen. Mijn dochter is wat lekker aan het genieten. Jullie moesten eens weten hoe mooi ze eruit ziet. Maar jammer genoeg wil ze niet in beeld. Ik ga nu even terug naar mijn moeder. Ga ik daar even chillen. En dan ga ik haar ook even met weespermoppen verwennen. En dan zie ik jullie later. We zijn inmiddels thuis. En ik ben nog even bij mijn moeder langs geweest. Wat heb ik nog meer gedaan? Ik heb even wat snel wat gezocht bij de Action. Daarna ben ik naar huis gegaan.
Nog even over die schoenmaker. Ik had een aantal schoenen. En dat had ik natuurlijk al verteld, daar heb ik de hak van verlaagd. Maar ik moet echt zeggen dat deze schoenmaker gewoon echt top schoenmaker is. En in eerste instantie wilde ik veel meer centimeters eraf. En dan zeggen die ho ho ho, want anders kloppen die verhoudingen niet meer. Maar dat heeft hij echt top gedaan. Soms als je hakken koopt, dan, ja, dan kan het soms echt net de hoogte zijn. En ik kan echt maar max 10 centimeter aan. En als er dan 11 centimeter staat, dan, ja, dan ga ik echt met gebogen knieën lopen. Dat vind ik gewoon niet mooi. Dus ik moet er gewoon echt normaal op kunnen lopen. Weet je, dat je er niet veel moeite voor hoeft te doen. Maar het is echt een top schoenmaker. De schoenmaker in de shopperhal dus. En even kijken, ja, in Amstelveen, ja, moesten we het een en ander ruilen. En verder hebben we daar niet echt heel veel bijzonders gedaan. Als jullie geluid horen, mijn zoon is aan het gamen. Want hij kan soms eventjes ineens heel hard gaan schreeuwen. Met het gamen. Nog meer? Oh ja, wat ik zo ga doen is het volgende. Ik heb trouwens even wat makkelijks aangetrokken, want met de spijkerbroek in huis chillen vind ik helemaal niks. Dus ik heb een soort van huispak aan. Ja, ooit heeft een kijker aan mij gevraagd of ik wilde laten zien hoe je pokeball maakt. En op een gegeven moment dacht ik van ja, dat ga ik wel een keer doen. Alleen ja, ik eet het natuurlijk niet elke week. Ik heb een recept, een heel makkelijk recept. Echt super makkelijk. Wat ik enorm lekker vind. En ik laat het jullie gewoon even kort zien. Wat je ervoor nodig hebt, hoe je het maakt. En ik doe gewoon niet echt elke detail. Maar het is gewoon heel makkelijk te volgen. Ik ga ook niet laten zien hoe ik een mango en een komkommer snij. Dat weet iedereen wel. Maar ik laat jullie exact zien wat jullie ervoor nodig hebben. En dan, ja, dan kunnen jullie daar ook van meegenieten. Oh ja. Ik heb ook nog eens een keer een nieuwe camera gehaald. Want zoals ik ook al in een van mijn eerdere video's zei. Zei ik dat ik ook meer zichtbaar wil zijn op Instagram. Dus ik probeer daar ook echt na de vakantie daar meer tijd voor vrij te maken. Beter in te gaan plannen om bijvoorbeeld in het weekend content te schieten. Zodat ik dat kan posten op Instagram. Want ik vind het ook wel leuk om outfitfoto's te posten. En ik had op een gegeven moment dus een hele goede camera gevonden. En ik wilde echt een betere kwaliteit dan gewoon een iPhone. En toen heb ik gewoon gegoogeld. Professionele fotografie voor beginners. En toen kwam ik uit op een of andere Canon camera. En ik kon hem dus al vinden voor €299 bij de Mediamarkt. Alleen toen ik daar bij de Mediamarkt ging kijken, was hij er dus niet meer. Omdat die camera eruit ging. Op de website van Canon kon ik hem dus wel vinden. Alleen voor €140 duurder. Helaas pindakaas. Maar ja, soms moet je ook gewoon echt investeren, geld investeren om ja, iets goeds neer te zetten natuurlijk. Ik ga het straks met jullie delen, welke camera dat is. Maar ik ga eerst even laten zien hoe ik deze pokeball maak. Oké, ik laat even zien wat je ervoor nodig hebt. Je hebt 5 eetlepels rijstazijn nodig. En dan, zei ik het nou goed? Ja, 5 eetlepels rijstazijn. En was er zo hoeveel? 2? Ja, oh ja. En 2 eetlepels bastersuiker in ieder geval. Je kan 2 eetrijpe avocados doen, maar ik doe er gewoon altijd 1, want er komt genoeg vanaf. Een snufje zout. Van die julienne-peen, wat ik voor gebruik. Kipsnitzel, 1 komkommer, maar daar gebruik je ongeveer een kwart of de helft. En een eetrijpe mango. 400 ml water. En 300 gram pokeball rijst. En natuurlijk de sojasaus. Ik ga het een en ander nu snijden. Dat ga ik allemaal niet laten zien, want iedereen weet hoe dat gaat. En dan zien jullie het eindresultaat. En nu ga ik dus 300 gram rijst heel goed wassen. En dan in 400 ml water laten koken. Ik heb in ieder geval de kipsnitzel ben ik nu aan het bakken. En dan ga ik straks dan, wanneer het goudbruin gebakken is, in reepjes snijden. Ik heb hier 5 eetlepels rijstazijn en 2 eetlepels suiker. En dat gaan we dan onder vuur even laten smelten. En de kipsnitzels zijn bijna klaar. Die haal ik er zo uit. Zal ik dat laten uitlekken als het ware in keukenrol.
ja, zodat het vet wordt opgenomen door de keukenrol. Want ik gooi dit nooit zomaar op mijn bord, vind ik vies. Nou, ik heb de rijst inmiddels hierin gezet. En dan ga ik de rijstazijn gemengd met suiker hier doorheen mengen. De rijst zet je gewoon erin, dan druk je gewoon plat. Daarna doe je gewoon de stukjes mango, gesneden kipfilet, komkommer, avocado, wortel. Nou, kan je zelf samenstellen. En dan zet je vervolgens een beetje sojasaus eroverheen. Nou, kind kan er was doen, maar het is super lekker. Het is gewoon sushi, maar dan in het groot. Nou, ik zou jullie nog even laten zien welke camera ik heb gehaald. Voordat ik zo de badkamer in ga. En mijn gezicht ga wassen. En ga douchen en naar bed ga. Laat ik jullie nog heel even mijn camera zien. Ik kijk altijd die kant op, hè. Ik moet in de lens kijken. Anyway, dit is hem dus. Ik zal hem even laten zien. Dit is hem, de Canon EOS 4000D. En er zit dus een EF-S 1855 lens bij eigenlijk. Dus hierin wordt hij dus geleverd in deze doos. Even opnemen. En ik heb er dus ook gelijk een tas bij genomen. Even kijken. Dit is hem dus, de tas. En er zit ook een SD-kaart gelijk bij. Ik denk, laat ik gewoon het hele totaalpakket nemen. En het is dus nu ook zo dat als je bijvoorbeeld grotere lenzen zou willen aanschaffen van deze camera, dat deze dus nu ook goedkoper zijn. Als je de nieuwste van de nieuwste camera's gaat nemen, met andere lenzen met meer opties, gaat het alleen maar duurder en duurder worden. Maar deze gaat er dus uit, omdat het een oudere model is. En de lenzen die daarbij horen, worden dus daarom ook goedkoper. Dus ik denk, weet je wat? Ik bedoel, ik hoef geen camera van 2.000-3.000 euro aan te schaffen. Laat me dan deze aanschaffen voor beginnende fotografie. Deze Canon EOS 4000D maakt echt hele mooie foto's. Dus dat is voor mij echt ideaal voor Instagram. Ik heb dus het doel om meer aanwezig te zijn op Instagram. Ik wil gewoon professionele foto's, ik wil mooie foto's. Outfitfoto's, et cetera, et cetera. Daarom heb ik dit ook aangeschaft. En om te shooten natuurlijk. Nou, dit is zo een oplader voor je batterij. En dit is dus de camera. Zal ik er even bij pakken. En dit is hem dus. Dit is dus de camera. De Canon. En hier zit dan ook zo een deksel op die je los kan draaien. En dan kan je de lens erop klikken. En dit is de achterkant. Nou, zoals jullie zien aan de vingerafdrukken is hij al gebruikt. En een soort van ja, bijbehorende riem. Ik heb er dus al mee geshoot. Samen met mijn dochter. En de kwaliteit is echt crème de la crème. Ik ben er echt zeer blij mee. En mijn dochter die heeft ook zoiets van, wauw, dit zijn echt hele goede kwaliteit foto's. En dan laat ik jullie ook de lens zien die erbij hoort. En dit is de lens. Dit is aan de voorkant. En aan deze kant, als ik dit eraf haal, dan draai ik dit eraf. En dan zet ik dit er zo op. En dan klik ik hem zo erin. En dan is het shooten maar. Ja, ik ben er echt heel erg blij mee. En ik hoop jullie echt te kunnen verblijden met mooie Instagram foto's. Ja, in de vakantieperiode is het echt zo op YouTube gebied. Vrouwen bloot, handel dood. Weet je wel, dus je merkt het ook echt wel aan het aantal views, dat er ja, gewoon wat minder wordt gekeken als het mooi weer is. En dat is ook met de televisie ook altijd zo. Hè? Dan heb je ook al gewoon altijd dat de kijkcijfers wat slechter zijn in de zomermaanden.
En in het najaar dan wordt het gewoon weer beter. En hetzelfde geldt ook voor YouTube. Dus in de zomervakantie, die dus nu aan gaat breken, ga ik ook 3 weken even een stop houden. Want ik ga natuurlijk wel meer vloggen in de toekomst. Ga ik wel meer doen. Alleen hierna komt er nog 1 video en daarna ga ik even 3 weken stoppen. Dan ga ik wel voor... Dat was mijn zoon. Dan ga ik wel in die vakantieperiode even... Hoe zeg je dat? Vooruit werken. Ik ben bezig met een project, dus dat moet ik ook nog eventjes afronden. Ga ik voor YouTube wel een beetje vooruit werken. En dan wanneer de vakantieperiode op zijn eind is of helemaal op zijn eind is, dan kan ik weer wat ik vooruit gewerkt heb uploaden. Dat is dus het plan. Ik ga een weekendje weg. Dat ga ik ook nog doen. Ja, dat zien jullie natuurlijk ook. Daar ga ik jullie ook in meenemen. Dat is natuurlijk wel het buitenland. Ik ga nog niet zeggen waar naartoe. Alleen wat ik dus nu wel heel erg heb. In verband met dat D-reizen verhaal. Dus dat je vakantie boekt. Heb ik een soort van... Ja, een soort van klap daaraan overgehouden. Dat ik... Ja, toch wel een beetje huiverig ben. Niet zozeer echt heel angstig, misschien wel een beetje, maar vooral huiverig om iets te boeken. Bang zijn om teleurgesteld te worden weer, weet je wel. Dat is eigenlijk wel een beetje het geval bij mij, maar ik heb dan wel een stemmetje in mijn hoofd dat zegt van, hey, hallo, weet je wel. Laat je niet kisten, gewoon doen, je gaat er gewoon voor en boeken die handel. Maar toch heb ik altijd een soort van, ja, door dat D-reizen verhaal, ja, heb ik toch wel altijd zoiets van, oh, wat als, weet je wel. Zometeen breekt weer de pleuris uit in de wereld. En dan ben ik weer mijn geld kwijt, weet je wel. En ja, dan ben ik daar toch best wel een beetje angstig voor. En te terughoudend in. Maar zo kom je natuurlijk ook nergens, hè, natuurlijk. En ja, daar zie ik dus wel een beetje beren op de weg. En ik heb het eigenlijk nooit gezegd. Maar dat D-reisverhaal... Dat is dus nu een soort van rechtszaak tegen KLM geworden. Ik zit nog steeds meer in die rechtszaak. En het gaat om 2.500 euro. Dat waren dus 3 tickets naar Suriname. En ja, ik ben gewoon aan het vechten om dat terug te krijgen. Dus ja, vandaar dat ik in het begin daar niet echt meer over kon praten. Omdat ja, als je zoveel geld verliest, niet terugkrijgt, dan... Ja, dan gaat je dat niet in de koude kleren zitten. Maar goed, aan de ene kant denk je mezelf, ja, het is maar geld als je maar gezond bent. En hè, de mensen die je lief hebt om je heen hebt, weet je wel, dan is het goed. Maar toch, weet je, ik bedoel, het is veel geld. Dus het doet me wel gewoon pijn, punt uit. Oké, dus dat. Maar dat zit wel in ieder geval in het verschiet. De kinderen gaan zelf ook op vakantie. Ik ga niet met hun mee. Zij gaan met hun vader op vakantie. Ik blijf dan achter. En dan kan ik aan mijn project werken. Ik kan vooruit werken aan YouTube. En zodra de kinderen terug zijn, dan ga ik met de kinderen weg. En ja, dan hoop ik ook wat mooie beelden voor jullie te kunnen schieten. En ja, dat was het eigenlijk wel even in het kort. En ja, dus hierna nog 1 video. Daarna een stop van 3 weken. En dan kom ik uiteraard weer bij jullie terug. Dus dan weten jullie dat. Mocht je dit een leuke video vinden, vergeet er vooral niet om een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En vergeet de notificatiebel niet voor het geval ik weer een nieuwe video heb geüpload. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zie ik... Wauw. De hele dag, hè. De hele dag dit soort geluiden. Hele dag. Jullie willen niet weten wanneer ik bijvoorbeeld shoplogs opneem. Hoe vaak ik het opnieuw moet doen vanwege al die geluiden wat uit die kamer komt. Ik word er soms zo moe van, jongen. Echt waar. Maar goed. Nogmaals. Altijd als ik wat wil zeggen, dan gaat hij er doorheen blaren. Oké. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Heel graag een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet de notificatiebel niet. En ik wil jullie bedanken voor jullie steun op mijn kanaal. En voor jullie liefde op mijn kanaal. Tot de volgende!